Ja, Leo, hoe groot zijn uw zorgen daarover? U kijkt naar de nieuwsuitzending van U Vandaag. Goed, er was natuurlijk wel het verhaal van een hoogzwangere vrouw met een gebroken been. Wat, heeft Wega dan niks fout gedaan in die tijd? Maar waarom ging de gemeente daar niet op in? Want u zei, de prostitutie die kan verhuisd worden van de Hardebollenstraat naar het Zandpad. Ja, klopt. Want er zijn een aantal rechtszaken nu geweest waar Wega eigenlijk steeds niet gelijk kreeg. En in uw boek zegt u ook dat u ook het vertrouwen een beetje kwijt bent geraakt in de rechtspraak. Gevaarlijke taferelen door jongeren bij de Een. En het rommelt en flitst boven de provincie. Goedendag, zondag 28 augustus. U kijkt naar de nieuwsuitzending van U Vandaag. Nou, ik kom er even bij, want het ziet er zo lekker uit hier. Oh, ja. Wil je nog een balletje? Ik wil nog wel een balletje. Ben je er klaar voor? Dat is best nog wel een kunstje hoor. Oh, ik zweep me kapot. Het is echt zwaar om dat ding erin te steken. Dus petje af voor de mensen die dat vanmiddag gaan doen. Ik ben na 3 scheppen wel weer klaar. Er staan nergens bordjes van verboden toegang of zoiets. Hè? Als we een verlaten plekje hebben gevonden, moet ik eerst van Bernhard een speciaal pak aan. Het water is koud en door de hoge kade kun je er niet goed uitkomen. Ik weet hier wel een goed stukje. Het is een beetje laag en dan kun je er makkelijk bij. Maar het blijkt ook knap lastig om erin te komen. Ik zie ook niet waar ik kom. En daar ga ik dan. Ja. Oké. De eerste sinds 1970 die weer varend over de Catharijnensingel gaat.